Kun je skiën in het vlakke Almere, hier in de polder? Ja, dat kan. En wel bij Ski Indoor Almere. Daar hebben ze twee lopende banden waar je op kunt gaan skiën. En dat is natuurlijk een hele goede voorbereiding voor het skiën in de sneeuw. Nou, wij zijn van origine natuurlijk een skischool. Dus dat betekent dus dat we mensen gaan leren skiën. Maar ook sinds een x-aantal jaren natuurlijk leren snowboarden. Het mooie vind ik wel, dat zoals je het, als je het hier leert en als je fout maakt, je gaat ook meteen, op, je valt op je plaat, je weet ook meteen, ik heb een fout gemaakt. En in de sneeuw heb je dat niet, dan wordt dat een beetje vergoedelijkt. Dus als je het hier goed kan, dan kan je het in de sneeuw helemaal goed. Want bij de sneeuw heb je meestal heuvels en dan kan je dan overvallen of zo, en dat heb je hier niet. Ja. Ik vind ook dat als je hier weer je voorsprong hebt en je komt door de sneeuw, kun je meteen lekker mee. We gaan deze les gaan we weer bochten maken, net als de vorige keer. Want het ging hartstikke goed de vorige keer. Ik denk dat met het snowboarden het bochten draaien het moeilijkst is. Waar moeten ze nou op letten? Nou, het is vooral belangrijk dat je op je voorste been leunt en dat je, met je vanuit je knieën draait. Vooral met snowboarden is de opstart erg lastig. En is het heel fijn als je op een vrij droge baan kan beginnen. Als je in de sneeuw moet beginnen, dan moet je heel veel zitten, dan word je nat, is het koud. En hier, ja, is het veel makkelijker. Is dat moeilijk om bochten te draaien? Ja, voor het eerst gaat het best wel moeilijk, maar ja. En wat gebeurt er nou als ze vallen? Dan druk ik op de knop stop en dan staat de baan direct stil. Dus dan liggen ze niet achter in die wanden? Nou, het kan wel eens gebeuren als de baan heel hard draait, dan rolt hij natuurlijk iets door. Je kan nooit meteen stoppen, maar het gebeurt niet dat ze echt vliegen, natuurlijk. Er is ook wel onderzoek gedaan door Consumentenbond. En daar blijkt dus dat het leren skiën vanaf begin af aan op zo'n indoorbaan, op zo'n rolbaan als beste naar voren komt. Dat wil niet zeggen dat je niet goed kan leren skiën natuurlijk op een sneeuwhal of op een buitenbaan. Maar wij leren hier de mensen vrij snel de basistechnieken. In de sneeuw en in de buitenbanen, daar heb je toch wat meer tijdverlies. En wij maken eigenlijk in 1 uur ontzettend veel bochten. Dus, en dat willen mensen toch leren, dat je goed bochtjes kan maken in de sneeuw. En dat is grote kracht, denk ik, van herhalen. En dan ga je straks skiën en dan ga je letten op de manier hoe je schouders houdt. Probeer een beetje tegen te sturen. En dan zul je zien dat je eigenlijk veel meer naar beneden blijft. Irene, die is nog wat jonger. En je merkt heel veel met kinderen dat ze heel erg gehaast gaan proberen te skiën. Die willen heel graag snel. En dan is het eigenlijk voor mij om ze te leren dat je ook heel snel kan. Terwijl je bewegingen heel erg rustig blijven. Snowboarders die zien we minder lang terug dan skiers. Of snowboarders. Die hebben gewoon na 1 of 2 seizoenen hebben ze het snowboarden dermate goed onder controle. Dat ze gewoon overal makkelijk vanaf kunnen komen. Een skier is toch een moeilijk spelletje. Die hebben wat meer tijd nodig om de boel onder de knie te krijgen. Dus die zien we langer terug. Ja, skiën is gewoon leuk. Een leuke sport. En gezellig met elkaar. Je bent je gedachten ben je helemaal weer kwijt. En daar hoort ook wel gezelligheid bij in de vorm van apres-ski. Daarnaast hebben we ook onderhoud. Dus mensen kunnen hun skis en snowboards hier ter onderhoud aanbieden. En we hebben ook nog wat verhuur van materiaal. Maar dat is met name voor mensen die gewoon beginnen met skiën, is dat wel prettig. Dat ze gewoon goed materiaal vanuit Nederland mee kunnen nemen. Dicht bij huis organiseren we 1 keer per maand een reis naar een sneeuwhal in Bottrop. In Duitsland is dat. En dat is bedoeld om de mensen die hier hebben leren skiën en nog nooit in de sneeuw hebben geskiet, de overgang makkelijker te maken naar de sneeuw, als ze op vakantie gaan. Dan leren ze gewoon de techniek die we hier hebben geleerd toepassen in de sneeuw. Nou, dat is een van de reizen die we organiseren. En daarnaast voor de wat meer gevorderde skiers doen we in maart een trainingsreis. Dat doen we in samenwerking met Snow Sports Academy. En daar krijg je dan op jouw niveau hele goede leraren les. Dat wordt ook veel gedaan. En als slot hebben we dan een reis in eind april, begin mei. En dat is de Dutch Snowtime Week. Waar we al 18 jaar aan meedoen. En dat is een soort afsluiting van het seizoen. En daar gaat het om gezelligheid. En ook toch wat proberen wat bij te leren. Maar het is meer een gezellige afsluiting van het jaar. Waar gaat de reis dit jaar naartoe? We zijn altijd naar Mariealm geweest, al jarenlang. En nu gaan we weer naar Vlaggau met een megaploeg. Eerste kerstdag melden we ons daar. Met eten en alles. Ja.
Ja, daar hebben we ook lol in. Ja.